Waar zit nou voor jou dat grote verschil als je in zo'n divers team werkt? Het brengt een andere dynamiek. Dan bereik ik niet genoeg vrouwen. We proberen meer vrouwen de politiek in te krijgen. Er moeten vrouwelijke voorbeelden zijn. En is dat het resultaat van bewust beleid? Ik denk nog steeds dat er gekozen wordt voor de beste kandidaat. Mijn naam is Marje van Rijk. Ik ben al ongeveer bijna 10 jaar raadslid in Purmerend voor de VVD. En heb daar zelf zoveel, ben er zo enthousiast over, ik haal er zoveel energie uit. En toen viel het me op bij de verkiezingen, in opmaat naar de verkiezingen in 2018, dat er eigenlijk zo weinig vrouwen actief waren bij ons in de eigen gemeenteraad. En dan verbaas je dat en dan ga je nog eens om je heen kijken en ik kende Stem op een Vrouw al. En toen dacht ik, nou, ik ga hetzelfde ongeveer doen, maar dan lokaal, want ik wil gewoon meer vrouwen in mijn gemeenteraad. Toen ook al wel snel bedacht, dat moet ik dan niet doen als partijpolitiek iets. Want dan bereik ik niet genoeg vrouwen. Want ik wil eigenlijk dat er van alle kleuren en van alle politieke achtergronden vrouwen bijkomen. Heb je veel moeite gehad om partijen mee te krijgen van tevoren? Nee, ook al hebben we totale politieke tegenstellingen. Voor dit initiatief hebben we echt met z'n allen de handen ineen geslagen. En dat, dat vind ik heel erg mooi om te zien. Ja, echt heel tof. Vertel, wie ben jij? Ik ben Devika Partiman en bekend omdat ik Stem op een Vrouw heb opgericht. Kleine stichting gerund door een groep vrijwilligers. En we proberen meer vrouwen de politiek in te krijgen. Doen we ze wel eigenlijk door campagnes rond verkiezingstijd en mensen op te roepen om op vrouwen te stemmen. En ook door heel veel gratis trainingen te geven, mentorprogramma aan te bieden. Eigenlijk van alles waardoor we vrouwen en meiden kunnen motiveren om die stap te maken of in ieder geval verkennen. Lukt dat ook goed? Steeds beter. Ja, steeds beter. We hebben eigenlijk mede dankzij een soort heel raar coronajaar zijn we veel meer online gaan doen. En ja, toen hebben we eigenlijk dus heel erg kunnen opschalen. Want je kan opeens veel goedkoper van alles organiseren. Ja. En veel meer mensen bereiken en dingen terugkijken. En dus we hebben het afgelopen jaar echt al een paar honderd meiden in ons en vrouwen in het mentornetwerk bijvoorbeeld zitten. Waarvan een aanzienlijk deel dan echt stappen maakt, zoals lid worden ergens en toch aan het oriënteren is op kandidaatschap, bijvoorbeeld voor de gemeente. En, ja. Wat wil je bereiken met Stem op een Vrouw? Nou, het lijkt mij heel mooi als, nou ja, laten we voor het gemak zeggen, 99% van de bevolking, want uitzonderingen zijn er altijd, op een gegeven moment het gevoel hebben dat er iemand ergens zit, of het nou in de Tweede Kamer is, of gemeenteraad, of in de provincie, die ze kennen, waarvan ze weten van, oké, ken diegene, misschien heb ik op diegene gestemd, en die hen representeert. Dus dat eigenlijk iemand wel een politicus of politica kan noemen waarvan je denkt, die representeert waar ik voor sta. Dat lijkt me heel mooi. Ik geloof echt dat als je een heel diverse raad hebt met veel jonge mensen, met mensen van kleur, met mensen van verschillende opleidingsniveaus, met verschillende culturen, dat je kwalitatief veel betere besluiten krijgt. Je krijgt andersoortige besluiten op de agenda. En wat jij zegt, het draagvlak. Mensen voelen dat er iemand zit in wie ze zich herkennen. Dus het heeft echt op meerdere vlakken effect. Dus mijn grote doel zou zijn 50% van alles in die raad. Ja. Of dat ooit gaat lukken, weet ik niet. Maar dat is wel waar ik naar streef. Maar waarom ben jij dit gaan doen? Ja, ik ben het eigenlijk gaan doen nadat ik in 2016 een soort van cumulatief jaar had, waarin er allemaal dingen gebeurden, waardoor ik me opeens heel erg bewust was van dat ik het gevoel had dat ik niet genoeg gerepresenteerd werd. Ik had in 2016 was dit dus. Had ik een abortus gehad zelf. En dus daardoor was ik eigenlijk, dat was een helemaal oké ervaring gelukkig, maar dat was wel zo'n moment dat ik bij mezelf als vrouw dacht, goh, wat prettig eigenlijk dat dat kan. Ja. Dat we dat recht hebben. En ja, dat het in sommige plekken niet zo is. Daar was ik me best wel bewust van, weet ik toen nog. En toen werd op een gegeven moment in november werd Trump verkozen in de VS, die natuurlijk heel veel onder meer anti-abortus is. En daar al had aangekondigd, dat gaan we eens even lekker moeilijk maken. En nou ja, heel veel wat daar gebeurt waait over. Dus ik dacht toen, mooi niet eigenlijk. Dus dat was heel erg daaraan gerelateerd. En toen zag ik heel toevallig eigenlijk, een maand later was ik in Suriname op vakantie bij familie. En toen zag ik daar in een museum dat er in de jaren 90 een campagne daar was geweest die Stem op een Vrouw heette.
En ja, super, super grappig. Ik zag dat in een vitrine, een flyer was het, met een tekst van vrouwen vormen de helft van de samenleving, maar waren destijds iets van 10% van het Surinaamse parlement. En die riepen dus Surinamers op van, hey, dus stem op die vrouwen om ze de politiek in te krijgen. En daar heb ik toen een foto van gemaakt, omdat ik dacht, vet goed idee. Ja. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik eigenlijk, ja, dat wil ik hier ook. Gewoon toen nog bedacht als actie. Ik dacht, het is gewoon klein. Ik was ook niet iemand met een bereik of zo. Maar ik dacht gewoon, ik doe gewoon een grappig actietje. En dan bouwen we wat social media. En, ging rondvragen eigenlijk in mijn omgeving van wie er wilde helpen. En daar zaten toevallig toen eigenlijk een goede vormgever en een websitebouwer tussen. Dat was het grote geluk. En dus toen zag het er opeens heel goed uit. En toen werd het opgepikt door de NOS. En zo ging eigenlijk het balletje rollen dat we opeens een soort organisatie hadden, dus dan zijn we maar heel snel een stichting geworden van, oh, mensen vinden dit leuk. En nu doe ik het nog steeds. Ja. Ja. En uiteindelijk heb je mij daarmee weer geïnspireerd om het lokaal op te pakken. Ja. Dus dan zie je dat het echt wel een olievlek is. Op welke plek stond je toen je verkozen werd? Op 3 of 4. Ik weet het eerlijk gezegd niet meer precies. Maar uiteindelijk ben ik er toen met voorkeurstemmen ingekomen. En dat was echt heel fijn. Maar nou ja, wat is de reden waarom jij roept stem vooral op een vrouw lager op de lijst? Ja, nou, wij zijn toen we de stem op een vrouw begonnen echt natuurlijk wel even gaan kijken van waar roepen we mensen nou eigenlijk toe op. Want wij dachten in eerste instantie, we zeggen gewoon stem op een vrouw. En toen gingen we er meer over praten en toen dachten we eigenlijk, maar dat staat helemaal nergens op. Want dan gaat iedereen waarschijnlijk gewoon op die eerste vrouw op de lijst stemmen, wat we toch wel gewend zijn een beetje, denk ik, in Nederland. Er werd heel veel generationeel doorgegeven, wat toch heel leuk is. Maar ja, als iedereen op diezelfde vrouw stemt, heeft alleen die vrouw heel veel stemmen die doorcijpelen naar de rest van die lijst, die voor het grootste gedeelte toch vaak uit mannen bestaat. En zo is je stem op een vrouw eigenlijk een stem op een man. Dus nou ja, we kwamen al heel snel achter. We dachten eerst, oh nou ja, dan gaan we geen campagne doen, want dat slaat dan nergens op. En toen zijn we toch maar door gaan denken. En toen kwamen we eigenlijk op het punt dat we zeiden, oké, dan moeten we dus mensen zover krijgen zich echt te gaan te verdiepen in wie er nog meer op de lijst staan. Dus dan kunnen ze niet meer blind gaan stemmen. Dan moeten ze gewoon gaan kijken, wie nog meer? Op wie wil ik dan echt stemmen? En dan kom je gewoon uit in lager op de lijst. Vrouwen die buiten bijvoorbeeld de peiling vallen of buiten het huidige aantal zetels. Want die maken veel minder kans om verkozen te worden. En krijg je die nou verkozen, kiezen mensen nou die vrouwen, dan krijg je daadwerkelijk meer vrouwen in de politiek. Dat is ook waar we nu met VIPS doen. Op het moment dat de kieslijsten, we zijn dit jaar een fusiegemeente, zijn dus nu heel druk bezig met het samenstellen van de lijsten. Dus nu proberen we vooral vrouwen te activeren om op zo'n lijst te komen. En de politieke partijen aan te spreken zorgen wel voor dat je nou voldoende vrouwen op de lijst krijgt. Want je kan het in deze tijd niet meer maken dat er alleen maar mannen of amper vrouwen op staan. Dus op die manier proberen we via twee kanten te zorgen dat er zoveel mogelijk vrouwen op die kieslijsten staan. Ja, en daarna gaan ook wij vanuit VIPS oproepen om te stemmen vooral op de vrouwen wat lager op de lijst. Om zoveel mogelijk dames bij ons in de raad te gaan krijgen. Ja, het werkt heel goed, die stemtactiek, gelukkig. En je ziet ook dat partijen daardoor veel meer vrouwen op de lijst zijn gaan zetten en beter zijn gaan letten op diversiteit, omdat ze ook wel zagen dat kiezers behoefte hebben aan jonge mensen, aan mensen van kleur, überhaupt aan vrouwen. Ook daar zouden we met z'n allen echt nog wel wat kunnen verbeteren. Zorgen dat die kieslijsten, vooral bij de lokale politiek, dat daar wat meer het besef zit dat het echt belangrijk is om een diverse lijst te krijgen. Yeah.